ik ben Joske Pauwme, directeur van de Color Kitchen. En vanavond verzorgt ons team het eten en drinken op locatie. Maar de Color Kitchen is bovenal een hospitality concept dat gericht is op het opleiden en naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of ook wel een sociale onderneming genoemd tegenwoordig. Ondernemingen die je vandaag hebt ontmoet en gezien en die naadloos aansluiten bij de purpose economy. Jullie misschien wel bekend. Want momenteel zijn we massaal op zoek naar een baan waarin we niet alleen kunnen werken, waarin we ook het verschil willen maken. Bij de Color Kitchen is dat iets wat we dagelijks doen. Het verschil maken. Door mensen te helpen bij het zoeken naar werk. Mensen die niet zo makkelijk een kans hebben gekregen. Of die kwetsbaar zijn. Met 180 professionals op 24 locaties in het land werken we elke dag heel hard om 200 mensen op jaarbasis een nieuwe kans te geven. Een kans om zich te ontwikkelen. En een half jaar geleden starten we met onze actiecampagne No Social Waste. En in dat kader werd Joey geïnterviewd, een van onze leerlingen. En één uitspraak van hem bleef mij bij. Hij zei, het hoeft niet altijd goed te gaan om een goede dag te hebben. Want er kunnen dingen mis zijn gegaan waarvan je denkt, nou, dat had ik anders gewild, of dat is een leerpunt. En hij zei ook, ik heb bij de Color Kitchen bijna elke dag een goede dag. En dat is precies waar het over gaat bij ons. Hij had het niet beter kunnen zeggen dan wat ik dagelijks voel. Dit jaar bestaat de Color Kitchen 10 jaar. Maar voor ons is dat niet het moment om onze successen te vieren. Wat we wel doen, is het vieren van de successen van al die mensen die zichzelf opnieuw wisten uit te vinden. Die in zichzelf hebben geïnvesteerd, hun passie hebben gevonden en hun talent hebben ontdekt. En dat doen we met deze campagne. En ondanks dat onze boodschap een sociale is, en misschien juist daarom wel, besloten we het wat radicaler aan te pakken. Met de resultaten en de verhalen van onze leerlingen, gewapend, gingen wij op pad. Wij voeren actie. Actie om te zorgen, simpelweg, dat elk talent in Nederland wordt benut. Onze boodschap? No social waste. Je hebt hem wel gezien. Als het goed is, krijgen jullie van mijn collega's nu allemaal een mooie button. 3 uitgangspunten. Talent hoort niet op de bank. 2. Wat ondernemen betreft, is sociaal het nieuwe normaal. En 3. Wij kunnen dat niet alleen. We hebben mede-actievoerders nodig. En niet alleen die bekende Nederlanders die ik net opnoemde. Maar juist ook jullie, werkgevers. Iedereen die mensen een nieuwe kans willen geven. Om af te sluiten wil ik nog een uitspraak aanhalen van een van onze oud-leerlingen en momenteel professionals, Hafsa. Zij besloot om haar problemen te lijf te gaan door tussen de mensen te gaan staan. Zij volgde een opleiding bij de Color Kitchen en ze werd onze collega. En ze vertelde mij wat ze zo geweldig vindt aan het begeleiden van leerlingen. Pak het er even bij voordat ik het verkeerd zeg. Ze zei, vaak herken ik mezelf als onze leerlingen denken dat het niks meer wordt. En dan vertel ik ze mijn verhaal, waar ik vandaan kom. En dan vragen ze me echt, heb jij dat meegemaakt? En dan vind ik het zo tof dat mijn verhaal ze weer helpt om op te staan en verder te gaan. Mensen zien groeien, dat is waar het bij de Color Kitchen om gaat. En dat is waar ik heel veel energie van krijg. En dat gevoel, dat gun ik iedereen. Dank jullie wel.